Hoi en superleuk dat je kijkt naar deze toch wel hele bijzondere video. Namelijk, ik ben zwanger. Oh my god. Ja, inmiddels ben ik eraan gewend aan het idee, maar het is zo onwerkelijk geweest. En het heeft zoveel tijd gekost voordat ik deze video kon opnemen. Ik ga jullie vandaag van alles vertellen, maar ik ga jullie ook heel veel beelden laten zien. Geheime beelden die ik opgenomen heb tijdens mijn eerste trimester. Eerst wil ik me even excuseren dat ik zo weinig video's geüpload heb. En dat ja, heeft alles te maken met hoe ik mij voelde in het eerste trimester. Inmiddels ben ik 14 weken zwanger en voel ik me echt stukken beter. Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. En natuurlijk ben ik super blij dat ik zwanger ben. Jullie gaan in de video zien hoe ik mijn eerste trimester heb ervaren. Ik heb hiervoor gekozen om dit, nou ja, om dit te filmen. Leek me gewoon sowieso leuk. Ik wist natuurlijk niet hoe ik me zou gaan voelen. Maar ik heb ervoor gekozen om de beelden wel te laten zien aan jullie. Want ze zijn best wel emotioneel. Gewoon heel erg hoe het was en hoe ik me heb gevoeld. Ik heb heel erg getwijfeld of ik ze wel online ging zetten of wou zetten. Of ik mezelf wel zo op internet wil zien. Maar toen dacht ik van, in mijn optiek wordt een zwangerschap best wel geromantiseerd. En ik denk dat het misschien juist goed is om ook te laten zien wat misschien de minder leuke kanten zijn aan het eerste trimester, aan het zwanger zijn. Ik kan wel mooi weer gaan spelen en doen alsof het allemaal heel leuk is en heel perfect. Maar volgens mij heeft lang niet iedereen dat. En ik zelf had dus wel zo'n beeld van een zwangerschap. Ik dacht dus echt dat als je zwanger bent, dat je dan direct op een roze wolk zou zitten. Je super goed zou voelen. Je na een paar maanden of nou na een paar weken al een buik zou zien. Dat je je helemaal geweldig zou voelen. En de baby groeit in je en je bent helemaal happy de peppy. En tuurlijk ben ik dat ook. Maar ik denk dat het goed is om te laten zien dat het lang niet altijd even heel makkelijk was. Ik kan namelijk zelf best wel weinig video's vinden op YouTube over mensen die, nou ja, hè, hoe mensen zich voelen tijdens een eerste trimester. Er zijn wel wat video's. Maar je ziet toch wel best wel veel positieve video's en verhalen en dat soort dingen. Oké, dat was even een lang verhaal. Ik ben super dankbaar dat ik zwanger ben. Waarschijnlijk krijg ik heel veel vragen over de ladycomb. Hoe kan het dat je zwanger bent? Ik ga echt nog een andere keer een video maken. Maar ik heb zoveel beeldmateriaal dat ik daar nu even niet echt op inga. Zoals ik net al zei, ben ik dus over de 14 weken al. Ik ben net wat meer dan 14 weken zwanger. En ik merk echt dat ik sinds week 12, 13 me beter begon te voelen. Meer energie, want ik was best wel moe. Dus dat is allemaal heel erg positief. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet wat ik wil vertellen. Ik ben ja, heel erg dankbaar. Daan ook. Ik praat heel erg vanuit mijn ik-vorm. Maar ja, mijn vriend Daan is gewoon niet een type die met mij samen op de camera gaat en dingen gaat vertellen. En daar heb ik natuurlijk gewoon respect voor. Dus die zullen jullie ook niet voorbij zien komen in de beelden die ik zo meteen ga laten zien. Het allereerste beeld wat jullie gaan zien is van dat ik het die ochtend had ontdekt dat ik zwanger was. En op dat moment zaten wij dus op Aruba. De beelden zijn best wel emotioneel. Zoals net al zei, gewoon hoe het echt was. Op dat moment was ik super erg in shock. En lijk ik ook helemaal niet blij. Maar uiteindelijk, ik ben echt, ja, ik heb het volgens mij al 10 keer gezegd, maar super dankbaar dat ik zwanger ben. Op dit moment voel ik me gewoon heel goed en kan ik gewoon eindelijk gaan genieten van de zwangerschap. Het zijn best wel wat beelden. Ik heb geprobeerd om het gewoon echt vast te leggen op de momenten zoals ze ook echt waren. Ik moet wel bijzeggen dat de hele slechte dagen, dat ik me echt heel erg beroerd voelde, om het zo maar te zeggen, heb ik de camera er niet bij gepakt. Dacht ik überhaupt niet aan de camera. Dus nou ja, het zijn wel de, ook beroerde momenten, maar er waren nog beroerdere momenten. En die heb ik dus niet vastgelegd. Oké, ik ben helemaal buiten adem. Daar heb ik ook best wel last van. Ik wou jullie nog even de echo laten zien. Twee echo's eigenlijk, want we hebben inmiddels al twee echo's gehad. Eigenlijk drie al. Dit was de tweede echo. Kijk hoor. Kom zo. Het was echt nog een klein, ja, framboosje, geloof ik. Dit was 27 november. En toen hadden wij op 11 december weer een echo. Dat is ook gelijk de laatste echo die we gehad hebben. Dus ik heb zoveel zin in 15 januari. Want dan hebben we dus weer een echo. En dan krijgen we ook gelijk het geslacht als het goed is te horen. Dit was dus, ik vind het zo schattig, echt zo'n waterhoofdje. En dit zijn dus de beentjes met de voetjes. En hier heeft het al echt een babyvormpje. Dus ja, ik vind het echt heel bijzonder dat dit in mij groeit. Ik ja, vind zwangerschap best wel intens, maar wel heel erg mooi. En ik wou nog even mijn buik laten zien hoe die nu is. En daarna krijgen jullie gewoon de beelden op chronologische volgorde te zien. Tot en met volgens mij 4-5 dagen geleden. Ga ik jullie nu nog even mijn buik laten zien. Dit is op dit moment mijn baby belly.
hoop dat jullie het kunnen zien. Maar hij is echt al wel aan het poppen. Dus dat vind ik ook echt heel bijzonder. Het is best wel een emotionele video. Als je daar geen zin in hebt of iets dergelijks, dan moet je er niet naar kijken. Ik laat het niet zien omdat ik wil dat jullie mij zielig of zo vinden. Of dat jullie, of dat ik aandacht wil of iets dergelijks. Maar ik denk juist dat het goed is om te laten zien dus hoe het ook kan. En hoe je je ook kan voelen in het eerste trimester. Dus die beelden gaan jullie nu allemaal zien. Oh my god. Het was totaal niet de bedoeling om te filmen op Aruba. Of in ieder geval om een vlog of wat dan ook op te nemen. Maar het is vandaag Halloween hier. En ik kom net even onder de douche weg. Omdat ik even moest douchen. Ik heb dus een ladycomb. En daarop hou ik zeg maar mijn ziektes bij. En op een gegeven moment gaf mijn ladycomb 3 knipperende lampjes aan. En ik snapte niet helemaal wat het was. Dus ik dacht, oké, ik zoek het wel even op Google op. En toen bleek dat dus te zijn vermoeden van een zwangerschap. En toen dacht ik opeens, of ik dacht eigenlijk niet, ik had de afgelopen week het gevoel dat ik ongesteld ging worden. Dus de hele tijd krampjes in mijn onderbuik, zeg maar. En ik had het ook in het vliegtuig heel erg, had ik ook de hele tijd kramp in mijn onderbuik, zeg maar. Sinds de eerste dag van Aruba moest ik elke nacht 5 keer plassen. Maar we waren ook een beetje verbrand de eerste dag. Dus ik dacht dat het misschien daardoor kwam, of dat het soort van afvoeren van afvalstoffen of zo. Toen gaf de ladycomb dus dat aan. En toen zaten we dus bij het ontbijt. En toen zei ik tegen Daan, nou, om rustig te worden, zeg maar, wil ik wel even een test doen. Gewoon, weet je, het is toch niet zo. Ja, ik wil toch even een test doen. En toen zei Daan, ja, is goed. Dan halen we even één op. Dus wij gingen naar het winkeltje hier. En toen hadden we een test opgehaald. En toen ging ik plassen eroverheen. En toen, nou ja, legden we hem neer. En toen zag ik een streepje. En Daan zat ondertussen een beetje te lezen van, oké, dit moet er gebeuren en zo. En we zagen één streepje. En in dat andere vlakje kwam ook een licht streepje. Oh my god. Dus ik was helemaal in paniek. Ik zei, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Ik wil helemaal aan het huilen. Ik zei van, dit kan niet, dit kan niet. Het is niet zo en zo. Nou, Daan was echt super lief. Dat wil ik er echt even bij zeggen. Hij was niet in paniek. Hij zei, lieverd, kalm. We gaan nog één ophalen. En dan ga je die eventjes op een ander moment doen. Ja, als die dat dan ook aangeeft, zeg maar, dan weten we meer. Dus ik was helemaal in paniek. Helemaal aan het hyperventileren. Ik zei van, oh mijn god, nee. Dit kan echt niet. Blablabla. Nou ja, dus toen gingen we naar het winkeltje hier op het resort. En ze hadden nog 1 test. En die test is een test die je dus op de hele dag kan doen. Dus het hoeft niet per se 's ochtends. Oké, toen kwamen we thuis hier in de kamer en ik eroverheen plassen. En het was direct 2 roze strepen. Oh mijn god. Ik ga het jullie laten zien. Kijk, die en die. Deze was een beetje vagig nog. Maar in het boekje stond dat het dan ook al raak was. Dus ik was helemaal in paniek. En Daan was echt super rustig. Hij zei, lieverd, het is zo. En we gaan dit samen doen. Echt. Jullie gaan dit waarschijnlijk of niet zien. Of pas over 3 maanden of zo. Ik weet natuurlijk ook helemaal niet hoe lang ik zwanger ben. Het is nu 31 oktober. Dus ik ben zo benieuwd hoe lang het is en wanneer het gebeurd is en wat dan ook. Ik hou wel altijd bij, zeg maar, wanneer we seks hebben. Maar ja, ik kan er niks aan opmaken. Dus ik ben helemaal flabbergasted en helemaal overdonderd en in een shock eigenlijk. Het is niet gepland, maar wel gewenst. Dat zeker. Ik ben ontzettend gelukkig, zeg maar, dat het ons gegund is. En ik heb eigenlijk gewoon een beetje gemixte gevoelens, om het zo maar te zeggen. Ik ben gewoon heel blij dat ik het met Daan mag delen. En we zijn bijna 11 jaar samen en ik hou superveel van hem. Dus ik ben heel blij, maar het komt gewoon iets te vroeg. Maar goed. Ja, weet je, het is nog zo pril. Je weet ook helemaal niet. Oh mijn god, dat zie ik er ook uit. Helemaal niet of het goed komt en weet ik wat allemaal. Maar dat, ik ga het in ieder geval even opnemen dit. Dan heb ik het in ieder geval op beeld. En ja, verder gaan we gewoon hartstikke genieten van deze vakantie. En het is natuurlijk ook weer heel grappig dat we een Aruba baby hebben. Dat we het hier hebben ontdekt eigenlijk. Maar ja,
was ook gewoon hoe daar reageerde. Gewoon heel mooi en heel rustig. En ik... Ja, ik flipte gewoon helemaal. En hij was zo van, weet je, het is zo. En we gaan dit gewoon samen doen. En we kunnen dit. We kennen elkaar door en door. Dus ik bedoel, ik ben ook niet, daar ben ik ook niet bang voor. En ja, ik vind het gewoon allemaal heel spannend. En het is zo onverwachts. Ik had het echt niet verwacht. Ik heb in mijn leven zoveel testen gedaan. Puur gewoon uit onzin. Dat ik gewoon dacht van, oké, ik ga gewoon even testen. Dan weet ik het zeker, weet je wel. Dan ben ik gewoon rustig. En zo was ik nu ook. Echt van, weet je, ik doe het gewoon. En dan, weet je, dan ben ik gewoon rustig. En dan komt dit eruit, weet je wel. Ik ben niet aan het vloggen hier. Gelukkig niet. Nu helemaal niet. Ik weet ook helemaal niet hoe de komende tijd gaat lopen. En hoe het gaat zijn. En, nou ja, mijn ouders weten het wel. Ze zijn hier natuurlijk met mijn ouders. Dus dat was ook heel lastig. Want ik kan absoluut niet liegen. Of dingen achter me houden. En, of voor me houden, hoe zeg je dat? Je hoort de zee heel erg op de achtergrond trouwens. Maar ik had mezelf natuurlijk een heel ander iets voorgesteld. Met als je zwanger bent, dat je het dan op een hele andere manier aan je ouders vertelt. Maar ja, het is niet anders. Ik moet nog 10 dagen hier zijn. En ik kan het gewoon niet voor me houden. Omdat het voor ons ook... heel onverwachts kwam. Dus, oké, ik ga nu deze video weer stoppen. Ik, spreek jullie later wel weer. Het is ook met mijn telefoon opgenomen. Klote kwaliteit, maar goed. Dan heb ik dit in ieder geval op beeld. En, nou, dan laat ik het hier voor nu even bij. Ik ben super emotioneel. Maar ik dacht, ik ga wel even filmen. Oh mijn god, ik kan niet eens uit mijn woorden komen. Vandaag ben ik 7 weken en 5 dagen zwanger. En ik ben gewoon heel emotioneel. Ik ben echt super blij dat ik zwanger ben. Het is waarschijnlijk echt de mooiste hoek ooit vanuit waar ik kan filmen. Maar goed, ik dacht ik pak even mijn camera erbij. Want ik heb gewoon helemaal geen zin om te filmen. Maar dit is misschien voor later wel leuk, zeg maar. Oké. Volgens mij is dit ook de eerste keer dat ik echt huil op mijn YouTube kanaal. Maar goed, het is vandaag donderdag. En oké, ik moet eerst even kalmeren, anders kan ik niet eens filmen. Ik weet dus ook niet waarom ik huil, zeg maar. Het is donderdag en ik moet straks werken van 12 tot 8:30. Maar ik ben zo moe. Oh jongens, stop even nu. Nou, dit is dus ook een bijwerking van zwangerschap blijkbaar. Dat je super emotioneel wordt. Niet de hele dag door, maar wel met vlagen. Oké, ik moet straks werken. Maar ik zie er gewoon echt tegenop. Want je werkt met allemaal mensen die... Of ik werk met allemaal mensen die zeg maar over eten praten. Ik ga later nog wel even uitleggen wat mijn zwangerschapsklachten heel erg zijn. Maar ik kan zeg maar niet over eten praten. Oké, sorry hiervoor. Maar ik ben nu dus 7 weken en 4 dagen... En we zijn nu 2 weken terug van Aruba. Thank God. Ik ben zo blij dat ik thuis ben. Maar we hebben vorige week zeg maar een echo gehad om te kijken hoe lang ik zwanger ben. Want ik wist helemaal niet hoe lang ik zwanger was. We hebben hier in Nederland een clear blood test gekocht. En die gaf aan 3+. Dus ja, sowieso meer dan 3 weken. Dus toen zijn we naar de verloskundige geweest vorige week woensdag. En die heeft een... echo gemaakt. Deze. Hij is helemaal verkreukeld. Want we hebben hem gebruikt om het aan familie te vertellen. Zeg maar dat ik zwanger ben. Dus iedereen die grist hem eruit. En was helemaal van wow. Oké. Maar dit is dus het kleine murmeltje die in mijn buik zit. En er was al een kloppend hartje. Dus het was echt super bijzonder. Maar het was ook heel raar gewoon van... Wow, zit het in mij, weet je wel? Heel raar. En dat is inmiddels alweer 1,5 week geleden bijna. Nou, nee, iets meer dan 1 week. En toen was het allemaal nog een beetje onwerkelijk. Ik ben nu iets meer gewend, zeg maar, aan het idee. Maar dit is wel echt heel raar. Vorige week was het ter grootte van een blauwe bes. En nu zit het tussen de framboos en de... wat was het ook alweer? Vijg, geloof ik, in. Nee, druif. Wow, mijn hoofd lijkt toch super dik ook. Maar goed, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik wil vertellen. Maar ik dacht, ik wil toch even een soort update geven. Even kort mijn klachten. Ik ben, best wel misselijk. Oh, sorry, wat erg dit. Oh, het lijkt alsof iemand overleden is of zo.
Oké, dit zijn gewoon echte hormonen. Maar ik heb niet hoeven overgeven, dus dat is heel fijn. Maar ik ben wel, zeg maar, de hele dag door misselijk. Wat werken best wel lastig maakt. Maar ik ben gewoon wel heel erg moe. Zomaar in één keer heel emotioneel kan zijn. Maar ik neem aan dat het wel gaat afzakken, zeg maar. Dit was mijn update voor nu wel even. Ik ga slapen nog even. En ik moet dus straks werken van 12 tot 8:30. Waar ik echt tegenop zie. Maar ja, we gaan er gewoon voor. En ik overleef het vast wel weer. Oh ja, mijn borsten doen ook zo zeer. Dat is echt niet normaal. Mummeltje en ik gaan nog eventjes slapen. Het is ook zo spannend, want het is best wel een prille periode, zeg maar, nog. Dus ja, je ligt hier en je hebt klachten. En je voelt je echt super zwanger. Tenminste, ik wel. Nooit geweten dat het zo zou voelen. Maar je weet helemaal niet of het nog goed is. Ik ga er vanuit natuurlijk. Maar je weet het niet. Ik hoef pas volgende week heen en dan zien we of het hartje nog klopt en of alles goed is. Maar goed, er komt best wel veel bij kijken. Dus dat is best wel bizar. Maar goed, ik zie jullie binnenkort wel weer. Daar liggen we weer. Ik ben inmiddels 8,5 weken zwanger. Ik lig volgens mij precies op dezelfde plek als de vorige keer. En ik heb vandaag de hele dag gewerkt. En ik ben letterlijk 5 minuten thuis en gelijk op de bank geploft. Want ik ben kapot. Ik ben echt zo super moe. Dat is echt niet normaal. Gewoon een vermoeidheid die je eigenlijk normaal niet echt hebt. Of die ik tenminste niet kende. Maar goed, niks mis mee. Ik lig heerlijk op de bank. Ik heb net even een pannenkoek gegeten. En nu ga ik heel even slapen. Maar ik wou even zeggen dat ik afgelopen, moet ik het goed zeggen, donderdag en vrijdag 2 dagen heb gehad waarop ik me bijna normaal voelde. Ik voelde me gewoon, nou ja, weet je, je voelde wel dat je zwanger was. Of ik voelde wel dat ik zwanger was. Maar ik was niet misselijk. Nou ja, 's ochtends alleen een klein beetje. En ik had best wel veel energie. Ik kon alleen geuren echt niet aan. Maar die geuren, dat is echt een ding bij mij. Maar ik wou het toch even melden. Want ik was echt blij. Ik had gewoon bijna twee hele dagen. Volgens mij begon het die tweede dag 's avonds weer wat. Maar dat ik gewoon dacht van, oké. Ik voel me best wel oké eigenlijk. Dat ik ook tegen vriendinnen zei van, als het zo blijft, dan teken ik er echt voor. Maar goed, de dag daarna werd ik wakker en toen was het wel weer minder. Maar goed, dat is even een update. Ik ga nu lekker even slaapje doen. Wat ik ook heel erg merk trouwens, is dat ik best wel snel buiten adem ben. En ik zei het tegen Daan, toen zei hij, ja, dat is je conditie. Toen dacht ik echt van, maar ik beweeg bijna meer dan normaal. Want ik wandel heel veel nu en zo. En ik fiets. Maar toch ben ik best wel buiten adem. Maar goed. Woensdag hebben we de echo. En ik ben best wel zenuwachtig daarvoor. Maar ik dacht, ik ga jullie gewoon even een updateje doen. Hoe voel ik me nu? Heel erg moe. Een beetje hongerig. Dat heb ik al door. Dat ik de hele dag door eigenlijk een beetje honger heb. Maar verder wel oké. Mijn emoties vandaag gingen wel goed. Dus nou, ja, dat wil ik even zeggen. En ik zie jullie bij een volgende shot weer. Hopelijk een positief shot. Nou, dit is ook de situatie. Het is letterlijk 5 minuten later. Ik wou gaan slapen en toen kreeg ik een hongerklop. En een hongerklop houdt echt in een hongerklop. Dan moet ik ook eten. Dus de situatie is nu dat ik een filetlapje aan het bakken ben. Omdat ik anders niet kan slapen. Dus ik ga nu eerst een filetlapje maken en dan maar proberen te slapen en daarna wel weer proberen avond te eten. Ik dacht, ik laat het jullie even zien. Ik moet wel realistisch blijven natuurlijk. Ik kan wel doen alsof ik lekker ga slapen, maar nou, ik ga mijn lapje snel bakken en dan snel opeten. Hopelijk kan ik daarna lekker slapen. Ik ben nu dus 9,5 weken zwanger. En ik wou dit even aan je laten zien, want het is dus avond. En in de avond heb ik echt al een beetje een buikje. Ik weet niet of dit mijn darmen zijn, maar ik had net een pakketje binnengekregen van Comcat Fashion. Dus ik dacht, ik pas hem even aan. Maar moet je kijken. Even kijken hoor. Kijk. Oh my lord. En ik kan het ook gewoon niet intrekken. Normaal is mijn buik altijd plat, zeg maar. Gewoon zo. Maar nu als ik gewoon zo recht sta, gewoon echt een bult. What the hell. Oké. Nou, dat wil ik even laten zien. Eerste keer dat ik het eigenlijk een beetje zie of zo.
Maar het is wel avond. Maar ik heb niet zoveel gegeten. Dus het is echt bizar. Maar ik hou jullie op de hoogte. Dit wordt waarschijnlijk mijn kerstoutfitje. Het is vandaag zondag 1 december. En ik dacht ik ga even een updateje filmen. Ik heb een heel lekker weekend gehad. Gisteren had ik best wel een goede dag eigenlijk. Ik was wel heel moe. Ik ben de laatste dagen echt super moe. Maar ik had best wel een goede dag qua misselijkheid, zeg maar. Maar vandaag was echt weer een super nare dag. Ik was heel emotioneel. Heel moe. Ik heb echt 3-4 uur op de bank gelegen. Daan is echt letterlijk, die heeft alles gedaan. Huishouden. dingen gebakken voor me. Speklapjes, taarten. Dat soort dingen. Ga ik nog wel een keer wat meer over vertellen als ik me iets beter voel. Over wat ik nu op dit moment eet. Maar het is nu zondagavond en ik moet morgen werken. En ik zie het gewoon zo niet zitten. Echt, de ochtenden zijn heel lastig voor mij om wakker te worden. En om, of wakker te worden, maar om uit bed te gaan, zeg maar. Omdat ik me dan niet lekker voel. En heel duizelig en zweterig en dat soort dingen. En ik moet de hele dag tot 5. En vandaag was ik echt om 11 uur 's morgens, geloof ik. Nee, we kwamen om, hoe laat uit bed? 8:30 kwamen we uit bed vanmorgen. En om 11 uur of 10:45 was ik zo moe dat ik weer moest slapen. Dus ik zie echt zo op tegen morgen. Ik heb echt net vet gehuild bij Daan. Ik zei, ja, ik zie het gewoon echt niet zitten. Dus ik had mijn werkgever even geappt. Maar ze is zo lief. Ik kan bijna niet over praten. Ze is echt zo begripvol. En ze zei al van, nou, want zij kan niet werken, zeg maar. Ze heeft wat andere privé dingetjes. En ze zei van, ga maar gewoon heen en kijk of je, ja, je kan je ook ziek melden. Maar dat wil ik niet, want ik vind het ook wel afleiding. En misschien heb ik wel een goede dag morgen. Kan ook. Maar ze zei van, ga maar gewoon heen en kijk maar. En anders bel je gewoon de cliënten af. Dus dat geeft mij dan gelijk alweer een beetje steun of zo. Nou, voor mij mag deze dag echt snel voorbij gaan. Nou ja, verder gaan we gewoon een beetje tv kijken. En ga ik gewoon super vroeg slapen en dan morgen werken. Maar ja, het is misschien wel leuk als ik af en toe even een updateje film. Want ik heb echt ups en downs. En daar ben ik echt achter gekomen dat het echt... Gisteren had ik echt best wel een goede dag. Ik heb de kerstboom opgezet. Ik was super vrolijk, muziek op. Wel moe. Ik moest al 2 keer slapen. Maar gewoon wel in mijn hoofd of zo, gewoon vrolijk. En dat ik dacht, oké, weet je, als ik me zo voel, dan teken ik ervoor. En dan krijg je opeens weer zo'n dag, weet je wel. Dus dat is niet heel chill. Maar goed. Dit is trouwens de kerstboom. Heel erg blij mee. Nou, zit wat in mijn oog. Maar goed, ik ga nu weer stoppen, want anders worden deze updates echt veel te lang. Maar ja, ik mag echt mijn handen dichtknijpen met zo'n werkgever. Ik ben er zo dankbaar voor gewoon. Dus nee, ik zie jullie snel weer. Hopelijk in een wat chillere, betere bui. Oké, vandaag ben ik precies 10 weken zwanger. En ik ga tegen heug en meug in nu shooten met Anna. Ik moet zeggen, vanmorgen voelde ik me best wel goed. En nu eigenlijk ook nog wel. Maar je voelt je toch wel bleh. Maar ik kan Anna echt nu afzeggen. Ik heb haar al 2 keer afgezegd, geloof ik. Dus ik heb me in een outfitje gehezen. En ik moet zeggen, de buitenlucht doet me ook best wel goed. Maar mijn broek wil gewoon niet meer dicht. Dus ik zit met een gulp open op de fiets. Ik ben heel blij dat hij al zo lang is. Maar ja, dus ik ga nu even shooten met Anna. Anna weet nog steeds van niks. Ik wil het eigenlijk het liefst, ja, toch een soort van geheim houden tot de 11 weken. Dus dat is nog een weekje. Ik voel me ook gewoon echt opgeblazen en helemaal niet in de mood om te shooten. Maar goed, we gaan ervoor. Ik ben weer terug van het shooten met Anna. Het was echt super gezellig. Ik voelde me wonderbaarlijk goed eigenlijk. Wel een beetje misselijk op de achtergrond, maar echt niet zo erg. Dus dat was heel chill. Ik dacht, als ik nou heel misselijk ben, dan moet ik het misschien aan Anna gaan vertellen. Maar nu kan ik het dus nog even geheim houden tot ja, een beetje in de veilige fase zitten, zeg maar. Want 10 weken vind ik nog net wel een beetje te vroeg. Daarna ben ik zelfs nog heel even naar de Primark gegaan. Toen merkte ik dat ik super moe werd. Dus ik ben er heel kort geweest. Maar ik heb even een pyjama gekocht in maat medium. Dus een lekkere grote broek. En even mijn panties. Want mijn panties zijn gewoon allemaal veel te krap. Want dit is de situatie op dit moment.
Kijk, dit is nu mijn buik. En deze broek, die kon altijd gewoon helemaal dicht. En ik zit nu natuurlijk. Ik moet even staan. Kunnen jullie het ook zien? Kijk, dit is de situatie. Dus ja, ik moet echt op zoek gaan naar nieuwe broeken of jurkjes. Want dit gaat zo niet heel lang meer werken. En vooral 's avonds. Het is nu zelfs nog 's middags om 1:30. Maar ja, moet ik echt even wat op gaan verzinnen. Nou ja, ze zeggen dat het met 10 weken nog niet kan. Maar mijn buik is echt wel al gewoon toegenomen. Misschien zijn het mijn darmen. Maar het is in ieder geval geen vet. Dus geen idee wat het dan wel is. Ik ben nu op mijn werk. Er valt een cliënt uit. Dus ik dacht, laat ik even een korte opname doen. Met een kleine update. Ik ben vandaag 11 weken en 3 dagen zwanger. En ik voel me eigenlijk best wel heel goed. Ik ben al vanaf 9 uur aan het werk. Het is nu 3:55. En ik voel me eigenlijk best wel goed. Ja, echt super chill. Afgelopen weekend was ook best een goed weekend. Met heel af en toe wat misselijk. Met gammel en best wel veel honger. Maar ook ietsje minder honger dan dat ik in het begin had. Daarnaast werd ik in de nacht niet meer 8 à 9 keer wakker om te eten. Maar 2 of 3 keer. Dus dat is voor mij ook al echt een mijlpaal. En oh, thank god, ik ben echt zo blij dat dat nu een beetje aan het veranderen is. Ik drink nog wel de hele dag water met gember en citroen. Maar ook puur omdat ik dat gewoon heel lekker vind. Want ik heb nog wel heel erg last van geuren en smaken, zeg maar. Dus als ik iets eet, dan moet ik die smaak wel uit mijn mond krijgen, zeg maar. Dus dat, dan drink ik dat. Maar ik voel me eigenlijk best wel goed en ik ben super blij. Verder heb ik niks te vertellen, maar ik vond het wel even leuk om een update te doen. Oh ja, en misschien kan ik heel even mijn buik laten zien. Want mijn buik is vandaag echt aan het poppen geslagen. Ik ga het even laten zien. Kijk, ik ben dus op mijn werk, dus het licht is een beetje aan het flikkeren. Maar je ziet dus echt, wacht even hoor, even die gok. Nou ja, normaal is dit gewoon echt ingedeukt. Zelfs als ik zo doe, dan zie je dus gewoon dat er al echt een beetje een buikje ontstaat. Echt wow. Heel bizar vind ik dat. En het staat ook echt strak. En ik moet zeggen dat ik vandaag wel een beetje last heb van krampjes in mijn onderbuik. Maar ik heb gelukkig contact met andere meiden die ook zwanger zijn. En die hebben dat ook. En het schijnt echt een hele normale klacht te zijn, zeg maar. Het is ook niet heftig of zo. Ik heb ook geen bloed. Maar gewoon een klein beetje zeurderig, ja, krampgevoel. En dat straalt een klein beetje door in mijn liezen. Mijn lippen zijn nog wel helemaal kapot. Het zal wel komen door het koude weer. Dus mijn lippen zijn echt een beetje, nou ja, niet heel healthy. Maar goed. Verder voel ik me dus goed. Dus laten we op naar de 12 weken. Naar het tweede trimester. Volgende week is het kerst. Daar ben ik nog wel een klein beetje bang voor. Want zoals ik net al zei, geuren en zo kan ik dus nog niet goed verdragen. Het is niet meer dat ik dus non-stop misselijk ben. Maar geuren. Gisteren at Daan een hamburger met gebakken uien. En wat nog meer? Had er nog iets bij? Iets heel vies. Wat was het ook weer? Nou, ik weet het niet meer. Maar die geur, jongen. Oh, en als ik dat dan ruik, dan word ik wel echt heel min. Dus ik had het er al met Daan over dat ik waarschijnlijk even een, als het van het weekend nog niet beter is, zeg maar, dan ga ik even een neusklemmetje kopen. Voor mensen die snurken. Want ja, weet je, als ik het niet ruik, als ik gewoon een neusklem al doe, dan ruik ik het niet. En dan kan ik gewoon normaal kerst vieren, hoop ik. En dan, ja, waarschijnlijk kan ik niet alles eten, maar kan ik in ieder geval wel meedoen. Dus, nou, dit was mijn updateje voor vandaag. Ik heb zometeen nog 3 cliënten. En dan ga ik lekker naar huis. Nou, zoveel meer zelf de ene dag op werk dat je zo goed voelt. En de dag daarna is het gewoon weer kut. Nee, ik dacht, ik pak gewoon even mijn camera erbij. Ik ben vandaag 11 weken en 5 dagen, geloof ik. Of 11 weken en 4 dagen. En ik voelde me echt heel goed de afgelopen dagen. Maar nu dus niet meer. Vanmorgen heb ik bloed laten prikken bij Certe voor de NIP-test. Ging allemaal prima. Heb ik nog nooit eerder gedaan in mijn leven. Bloed laten prikken. Of misschien wel toen ik klein was, maar nooit echt wat ik nog wist. Dus ik wist helemaal niet wat het was. Ze namen iets van 7 buisjes bloed af. Dat is best wel veel. Maar dat ging op zich wel goed. Maar nou, ik heb gewoon echt van god toch. Gewoon niet lekker. Heel emotioneel. Gewoon echt misselijk.
Ja, gewoon echt geen chille dag. Oh ja, ik heb ook gewoon zoveel last van geuren. Ik word er helemaal gek van. Ik hoop echt dat het gaat afzakken. Want ik kan niet eens de geur van mijn eigen eten ruiken, zeg maar. Ik moet het gewoon in mijn mond stoppen en dan gewoon opeten. Ja, jullie zullen wel denken, wat stelt ze zich aan? Maar ik voel me gewoon echt heel kut vandaag. En dat is even een update van vandaag. Ik hoop gewoon, want ik was gewoon zo blij dat ik echt 3 dagen gewoon me echt best wel goed voelde. Ook op werk en zo. En dan krijg je weer zo'n dag ertussen en dat is gewoon echt kut. Dan voel je gewoon echt een beetje als een soort terugslag of zo. Maar goed, we houden de hoop erin. Ik blijf lekker gember eten. En ik ga vandaag maar gewoon kerstfilms kijken, denk ik. Gelukkig ben ik vrij vandaag. Morgen weer werken. En morgen weer een nieuwe dag. Ja, ik kan hier ook niks aan doen. Het is echt gewoon, ik kan echt om alles huilen. Gewoon alles. Ik zie overal beren op de weg. En volgens mij is het echt een soort van hormonenboost of zo. Wat er dan weer wordt afgegeven. Want het is echt een soort van storm, om het zo maar te zeggen. En ja, dat zakt dan op een gegeven moment ook weer af. En dan voel ik me wel wat beter. De een heeft er gewoon meer last van dan de ander. En ja, ik moet het gewoon accepteren. Ik hoop gewoon dat naarmate ik dichter bij die 12 weken kom, dat dit gewoon beter gaat. En daar ga ik gewoon vanuit. Ik zie jullie volgende keer hopelijk met een beter shot. Hallo allemaal. Inmiddels ben ik 12,5 week zwanger. En het gaat stukken beter met me. Ik heb met kerst eigenlijk bijna geen last gehad. Tweede kerstdag wel een beetje. Maar ik voelde me best wel oké. Daarna heb ik nog 2 à 3 slechte dagen gehad. En daarna voelde ik me eigenlijk best wel heel goed. Niet 100%. Maar wel gewoon stukken beter. En dat houdt in dat ik niet meer de hele dag misselijk ben. En dat ik de hele dag moet eten om die misselijkheid weg te krijgen. Ik heb nog wel extreem honger, maar het is wel een stukje beter. Het enige wat ik nog heel erg heb is die geuren. Waar ik echt nog wel moeite mee heb. Want Daan is nu ook niet thuis. Dus ik moest mijn eigen eten bereiden. En dat vind ik best wel heel erg zwaar. Om het zomaar even te mogen noemen. Dus ik heb een maaltje voor mezelf bereid. Ik had super erg honger. En nu zit ik op de bank. En ik heb 3 happen gehad. En dan krijg ik gewoon niet meer op. Het is zo raar. Want normaal echt, ik ben zo'n grote eter. Ik zal even laten zien. Let niet op mijn haar. Ik had mijn haar even lekker in een knoetje. En ik heb het even losgegooid. Vandaar dat het zo wild zit. Maar ik zal even aan je laten zien wat ik heb gemaakt. Normaal eet ik dit echt binnen nooit aan op. Dan moet ik echt uitkijken dat ik het niet te snel eet. En nu kan ik er niet eens naar kijken meer. Ik heb een paar happen gehad. En ik zit gewoon vol. Dus dat is nog wel een beetje aan de hand. Maar goed, ik duim gewoon dat het steeds beter wordt. Ik ben wel moe nog. Dat kan je ook wel een beetje aan mezelf zien. Of aan mij zien, denk ik. Maar ik vind dat ik er al wel iets beter weer uitzie dan de eerste weken, zeg maar. Nou, dit is mijn maaltje. Dit is een soort van nacho schotel gemaakt van ik kan ook heel slecht op dingen komen. Mozzarella met amandel en wacht, even opnieuw. Mozzarella met amandel en een ei. En dat is dan een soort van nacho geworden. Kijk, maar dan zo. Heel lekker. Met avocado en paprika en olijven. Maar ja, dit heb ik gehad en ik zit stout vol. En het probleem is dat ik dan zometeen weer enorme honger krijg waarschijnlijk. Dus ik laat het gewoon staan. Ik doe echt letterlijk 3 uur over avondeten of zo. Verder heb ik er een chocolademelk bij. Of eigenlijk een soort chocolade milkshake. Glaasje met gemberwater. Want dat vind ik gewoon super lekker. En hier zat kalium in. En ik heb een carbonade. Want ik moet echt de hele tijd vlees eten. Anders dan heb ik geen gevuld gevoel. Dus nou ja, daar heb ik ook 3 happen van gehad. En nu zit ik vol. Dus we gaan maar gewoon weer verder vlogjes kijken. En dan eet ik maar gewoon weer verder als ik honger krijg. Nou, daar ben ik weer. Inmiddels ben ik, ik ben vandaag precies 14 weken zwanger. En ik ben super dankbaar. Want ik voel me stukken beter. Mijn vermoeidheid is minder erg. Mijn misselijkheid is al een paar dagen echt gewoon weg.
S'avonds nog een beetje, maar echt verwaarloosbaar. Het eten gaat wat beter. S'avonds nog niet trouwens, moet wel eerlijk zijn. S'avonds is echt nog drama. Maar overdag eet ik gewoon weer dingen die ik normaal niet kon eten. Geuren zijn nog wel een dingetje. Alles wat net bereid is of gebakken, dat ja, kan ik gewoon echt niet aan. Dat neem ik voor lief, want ik ben er daarbij niet echt meer misselijk. Dus dat is echt heel erg fijn. De baby is nu zo groot als een hamstertje in mijn buik. Dus dat vind ik ook echt heel erg bijzonder. Ik kan wel even mijn buik laten zien als updateje. Dit is op dit moment mijn baby belly. Misschien zie je het zo beter. Mijn trui eroverheen. Maar er is echt al wel een buikje ontstaan. Dus deze update wou ik ook even geven. Ik durf het eigenlijk bijna niet uitspreken dat ik me goed voel. Maar ja, het is nu al meer dan 4-5 dagen zo. Dus ik ga er toch echt wel van uit dat ik nu de goede kant op ga. Dus ik ben super blij. Yes! Dit was voorlopig ook even de laatste update van deze video. Ik ben nu bij de 14 weken. Dat betekent dat mijn tweede trimester officieel is ingegaan. We zien wel hoe ik mijn tweede trimester ga voelen. Voor nu voel ik me in ieder geval goed. En daar ben ik echt super blij mee. Dus ik zie jullie snel weer. En dan waren dat de beelden van mijn eerste trimester. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Interessant vonden om te zien. En ik ben ook heel erg benieuwd of jullie het leuk vinden als ik bijvoorbeeld verder ga filmen. Of vinden jullie dat leuk? Of wat willen jullie zien? Want misschien hebben jullie wel vragen omtrent mijn zwangerschap. Hoe ik nu eet bijvoorbeeld. Of stel ze gerust in de comments. Ik wil ook best wel een keer een Q&A doen. Maar ik weet niet goed wat jullie willen zien. En het is voor mij heel lang geleden dat ik weer voor de camera heb gezeten. Dus laat me in de comments even weten wat je wil zien. Ik praat trouwens niet te hard, want Daan is bezig met de scriptie. Maar goed, maakt niet uit. Ik hoop dat jullie het dus interessant vonden. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent en op de hoogte wil blijven van mijn zwangerschap. Of volg me even op Instagram, Inge Marieke, want daar deel ik ook veel updates. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik je bij mijn volgende video weer. Doei doei!